Hallo, kijk, zo niet twee. Ik ben Mark en ik ben vandaag weer met Prinsen. Vorige week ben ik hier gebleven waar we even, nou ja, bezig zijn met de kleine cellen bouwen. Dus ik ga daar deze aflevering hopelijk mee verder. Ja, verder ga ik sowieso, maar oké. Maar of ik het deze aflevering afkrijg, dat weet ik niet precies. I will see. Ja, dat is al het geld wat ik nu een beetje kan gebruiken. Gesloten, oké, die mag wel weer gewoon. Aantal per dag. Ik wil er gewoon. Oh, dan krijgen we ook eentje met de dode cel. Nice. En dan moeten ze daar ook nog een keer het water een beetje neerzetten en alles, met de waterleidingen. Dat komt al aangesloten van. Oké, de vorige aflevering had ik nog 400 lijken en nu al 200. Oké, dus het gaat wel omlaag. Dat valt wel te zien. Het gaat alleen niet zo snel. Maar dat maakt op zich ook niet uit. Dat maak ik ook gewoon even weer af. Even zien hoeveel kost dit. Dat ga ik weer net niet zien. Zo. Ik heb vandaag ook nog iemand voor de dodencel. Oké. Okay. Nu gaan we gewoon even kijken waar de persoon met de dode cel precies komt. Zou ieder moment moeten komen. Ja, joh. Oh, daar komt ze. Oké, okay. Is dit hem? Oh, de dode cel is net aangekomen. We moeten een ruimte inrichten waar de gevangenen gehoord kan worden om in beroep te gaan tegen de doodstraf. Dat is die dus. Jared Sexton. Veroordeeld tot 73 jaar voor meerdere misdrijven, waaronder moord, gewapende overval en verkrachting. Familie, vrouw, zoon, dochter en vader. Veroordeling. Moord, 25 jaar, gewapende overval, 23 jaar. Dus nog een keer. Dus het is ook nog 20 jaar en verkrachting is 5 jaar. En hij is 29 jaar. Poeh.
Even kijken. Ongeproefd tegen de doelstelling. Waarvoor we moeten. Ah, oké, okay, in de veiligheidsruimte. Oké, okay, dat was wel gedaan. Dat is niet voor grote zorg. Ik ga nu gewoon in de tussentijd weer verder met de kleine cellen. En dan moeten we ze daarna nog even inrichten. Er komt alleen een bed in en een wc. That's it. Die maximaal beveiligde gevangenen die hebben niet zoveel nodig. Even zien, de logistiek. Nee, daar wacht ik maar even mee. Dus cellen. Hoppakee. Hier een beetje. Hier nog. Hier. Hier. En hier. Dan komen de bedden erin en zo. En de wc's. De bed. Kan ik dat gewoon kopiëren dan, denk ik. Kun je die blauwdrukken die mogen ook wel even weg. Dat is niet meer nodig. Oké, nu moeten de toiletten er even in komen. Deze doe ik wel gewoon zelf nog even. Ik ga even gelijk de waterleiding eventjes bij toevoegen. Zo ongeveer. Deze vier. Oké, en dan wil ik deze nog een beetje hebben. Ook niet een tafel. Die hebben ze niet nodig. Hoppakee. Zo, dan hebben we de maximale nu ook gewoon een gebied met gevangenis. Of
een gebied met cellen. Zodat ze niet allemaal dezelfde zitten. Er zijn er best wel weinig hier. Waar is precies de man van de doden? Cel. Daar is hij. Huh? Is er niet meer? Wat? Heb ik iets gemist? Oké. Dat is raar. Heel raar. Of misschien is hij wel. Heeft hij gelijk al. Toegang gekregen om vrij mogen te laten worden. Deen. Nou, ik weet het ook allemaal niet. Jezus, 10.000 doekoes. Het enige probleem waar ik nu nog een beetje mee zit, is dat hij geen veilige omheining zit of iets anders, zoiets van dat hier nog helemaal omheen kan. Dus dat is het enige probleem waar ik nog een beetje achter ben gekomen. Even gewoon een onderzoek doen. Ik heb zo'n gevoel dat er gewoon weer tunnels zijn gegraven. Oh, ja, tunnel. Hoeveel gevangenissen waren dit ook alweer? Hier van 24, 36, 48, 60. Oh ja, 72. En hoeveel van die hoogbeveiligde gevangenen hebben we? 101. Dat betekent dat we nog wel moeten uitbreiden. Maar ja, dat komt wel goed. Wanneer we de ruimte ervoor hebben om het uit te kunnen breiden, dan. Is dat helemaal geen probleem meer? Allemaal 106 lijken, zo. Gaat toch goed? Gaat weer heel goed. Kijk, hoe zit het met behoeften? Het zijn nog steeds wel heel wat kritiek. Eten, familie, vermaak en slaap, dat zijn de hoogste eisen op het moment. Hygiëne en sport ook wel een beetje, maar niet echt zoveel. Zo. Nou, we hebben dat gedeelte ook al pas gedaan.
Jezus. Al die stukken stapel materiaal. Ik vind het nog wel apart dat die persoon van de doorn alweer weg is. Of die is dood, maar daar ga ik niet vanuit. We hebben dus 452 gevangen, want ik zie dat er hier nog eentje gemaakt worden. Ze komen wel dicht in de buurt. Dat kan gewoon nog net. Dus, dit sloop ik hier. Kan die baakhond gewoon nog hier verder lopen? Volgens mij komen we een beetje tekort aan baakhonden. Maar ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop het leuk vond. Geef like voor mijn kanaal. En zie ik hem ook weer. Later.